Nooit een saai moment in de crypto-economie. Op maandag zaten we op 600 miljard, nu op 380 miljard. Echt gewoon gigantisch gedaald. De bitcoin stevend af op $8000. En hetzelfde voor de ether naar $800. Hebben we het einde gehad? Zitten we op de bodem? Wanneer moeten we weer gaan kopen? Ik vraag het aan u. Geef ons duidelijke signalen. Wij simpele zielen van de crypto-economie, wij willen het graag weten en we vragen het aan de experts. Vertel even wat er gaat gebeuren en waarom. En een technische analyse. Help ons in deze moeilijke tijden door. Dankjewel en groeten vanuit Madrid. Uiteraard, een gigantische crash op de cryptomarkt op dit moment. Maar wanneer stopt het nou? In uurchart is de crash best duidelijk te zien. Je ziet dat we hier een pennant hebben gehad die beurs is uitgebroken naar beneden toe. We zouden hier een support hebben verwacht op 9400, maar die is helaas zoals je ziet duidelijk doorbroken. De volgende Fibonacci retracement staat ongeveer op 6700. Ik denk dat we daar zo'n beetje onze bounce gaan zien. En als we eenmaal gebounced zijn, dan verwacht ik dat we makkelijk terug kunnen naar de 10k. En daarna... Hey Vincent, ik wil wel even reageren op de huidige crypto crash waar we mee te maken hebben. Ik denk namelijk dat het einde wel in zicht is. Ik denk dat we vanaf februari langzaam die weg naar boven weer weten te vinden. Toch langzaam, omdat er natuurlijk in december, januari is er veel nieuw kapitaal ingestroomd in de cryptomarkt. Ja, de vraag is of het kapitaal is er weer uitgegaan. De vraag is of dat weer snel gaat terugkeren. Ik denk dat het stukje vertrouwen moet natuurlijk eerst weer herstellen. En dat zal nog heel eventjes tijd nodig hebben. Een paar maandjes, hè? Daarna kunnen we weer verder. Dat betekent ook nu dat het wel echt wel uitverkoop is. Hè? Ik zou zeker wat bijkopen. Maar kijk wel uit wat je koopt. Ik verwacht 2018 ook het jaar dat er... cryptomunten gaan omvallen. Hè? Veel concurrentie op bepaalde type projecten. De professionaliteit van de projecten wisselt nogal. Dus ja, zeker de zwakkere munten zullen in 2018 zullen het niet gaan redden. Ethereum moet je in 2018 goed in de gaten houden. Hè? Natuurlijk de munt waar je al niet omheen kunt vanwege de vele ICO's. Heeft een hele interessante groei doorgemaakt tijdens de crash. Hè? De munt is wel gedaald. Maar ten opzichte van Bitcoin heeft het zich zeer kranig gehouden qua waarde. Het zou me ook helemaal niet verbazen als Ethereum in 2018 Bitcoin voorbij gaat streven. Interessante gedachte overigens. Dat was het. Ik hoop dat je er iets aan hebt, Vincent. Doei doei! Dag, mijn naam is Wim Schuurmans. Ik ben een enthousiaste crypto-belegger. Het is nooit saai in de crypto-economie. Stonden we in november, half november nog op zo'n $6000. Inmiddels staan we op $8100. Dat betekent toch een stijging van een 30% in 2,5 maand. Probleem is dat we tussendoor die $20000 hebben gezien. Dus het voelt nu als een behoorlijke daling. Toch is mijn advies op dit moment stap in, koop bij tussen die 7600 en die $8100. Dus nu zou je al met delen kunnen aankopen. Ik ben zojuist weer voor een deel ingestapt en koop de komende nog wat stukken bij. We mogen niet onder die $7600 komen, dan is het beter om er even helemaal uit te gaan. Maar ook het herstel zal weer flink zijn. Beleg dan vooral in wat altcoins, die zullen nog sneller herstellen dan de bitcoin. Dus dan kun je je wallet, je portefeuille weer snel herstellen. Ik ben zeker positief voor de lange termijn. We zitten sinds 20 december in een downtrend. Nou ja, daar moeten we even doorheen. Op een gegeven moment moeten we eruit. Maar dat zal pas boven de $13000-$14000 zijn. Dus nu aan de onderkant, koop in de onderkant, verkoop weer aan de bovenkant. En nogmaals, ik wens je heel veel succes en heel veel plezier in deze mooie crypto-economie. So... Justin, why do you think the market is dropping so much today? I don't think there is a fundamental reason for why the market is dropping. Okay. Based on our analysis, it seems like the fundamentals are better than ever. So what we see in cryptocurrency and in markets in general is that markets are governed by fear and greed. And it seems like today, fear is simply just getting the best of people. So you would say it's just fear, uncertainty and doubt? Basically, yes. So our best advice, I think, at a time like this is the meme on my t-shirt, which is keep calm and hodl. That's nice. Well, I would like to add to that, like, when you invest in a cryptocurrency, you should always do your research and know what you're investing in. Then in dynamic market times like these, you know that you're invested for long term and you know that it is a solid project. Then times like these would feel more comfortable and easy. That's good advice.
Bye, man. Thank you. Thanks.